Hallo allemaal, dit is de eerste post over ketogeen dieettherapie. Mijn naam is Suzanne Koudheid en ik ben kinderneuroloog verbonden aan het keto-team hier in het Erasmus. Het is mijn taak om jullie kort te vertellen wanneer je nou in aanmerking komt voor een ketogeen dieettherapie. Ketogeen dieettherapie is een therapie of een behandeling voor kinderen met een moeilijk behandelbare epilepsie of kinderen met een specifieke vorm van een stofwisselingsstoornis. De eerste groep, die kinderen met een moeilijk behandelbare epilepsie, komen eigenlijk in aanmerking voor dit dieet als 2 of 3 medicamenten tegen epilepsie niet goed hebben gewerkt. Of dat ze daar heel veel bijwerkingen van hebben ervaren en daarom daar niet goed mee uitkomen. Dat speelt bij ongeveer 20 tot 30% van de kinderen die lijden aan epilepsie. En op het moment dat je in zo'n situatie komt, dan moet je dus op zoek naar een andere vorm van behandeling. Bij ons in het Erasmus MC hebben we een groot multidisciplinair team om kinderen te behandelen met een ketogeen dieet. En inmiddels zijn we in staat om zo'n 30 tot 40 kinderen per jaar in te stellen op het dieet. En we hebben zo'n 60 kinderen actueel onder behandeling. En waar we best trots op zijn is dat we ook hele jonge kinderen kunnen instellen. Dus ook zuigelingen kunnen hier worden behandeld. En wat wij hier ook veel doen is dat we kinderen op de IC in een heel moeilijke situatie met een intensieve behandeling toch ketogeen dieettherapie kunnen geven. Ketogeen dieettherapie bestaat eigenlijk uit een heel vetrijke voeding waarbij je zoveel mogelijk de koolhydraten, dus de suikers en de zetmelen weglaat en vooral veel vetten aanbiedt. En op die manier dwing je het lichaam om tot vetverbranding over te gaan en simuleer je eigenlijk een beetje de situatie van vasten, waarbij er weinig suikers binnenkomen en het lichaam het eigen vet verbrandt. En bij die vetverbranding komen stoffen vrij, waaronder ketonen, en daar ontleed het dieet ook zijn naam aan. En die ketonen kunnen door de hersenen gebruikt worden als brandstof. Dat type verbranding, dat geeft eigenlijk een dempend effect op de hersenen, op het vuren van de hersencellen richting elkaar en geeft dus ook een dempend effect op het ontstaan van aanvallen van epilepsie. Dan is er nog de specifieke groep kinderen met een bepaald type stofwisselingsstoornis, waarbij kinderen eigenlijk niet in staat zijn om de suikers, de glucose, over de celmembraan naar de celkern te brengen en dus in de cel glucose als brandstof te gebruiken. Een goed voorbeeld daarvan is de GLUT1-deficiëntie. Die kinderen zijn specifiek gebaat bij vetverbranding en dus bij een ketogeen dieet. Tot slot is het belangrijk om te melden dat ketogeen dieet niet alleen maar een dieet is, maar echt een medische behandeling. U kunt zich voorstellen dat als je kinderen dwingt om zo weinig mogelijk glucose te verbranden, dat ze ook makkelijker te weinig glucose in het bloed hebben op het moment dat ze ziek zijn of veel stress hebben. Dus dat is een moment dat je als team goed op moet letten, maar ook als ouders. En dus ook de samenwerking tussen ouders en medisch team is heel belangrijk hier. Bovendien moeten we tijdens het hele traject goed letten op de organen, op de nieren, op de lever, of het allemaal goed verdragen wordt. En ook dat vergt echt wel inschatting van medische professionals. Als een kind wordt ingesteld op het ketogeen dieet, dan nemen we in principe 3 maanden de tijd om te zien of het goed werkt. Dus na die 3 maanden evalueren we samen met ouders en soms ook nog begeleid door een EEG de beslissing of het ons genoeg brengt in het verminderen van de epilepsie. En als het antwoord ja is, dan gaan we in principe 2 jaar lang door met het dieet. Daarna proberen we het dieet af te bouwen en kijken of die epilepsie dan beter behandelbaar is geworden. Mocht dat niet het geval zijn, dan zijn er nog een aantal andere behandelopties. Maar het is zeker ook mogelijk om dan nog een keertje terug te gaan naar het ketogeen dieet.